Daar zetten we Femke neer. Femke kan hier. Zo, dan gaan wij hier zo. Ja, dat is mooi. Nou, oh jee, wow. Dat was een beetje inappropriate. Samen met Niels Kastanje op de bank. Erik, dat is best wel op je beeld. Moet hij iets meer indrukken? Kan je het goed zien of is dit nu te erg ingezoomd? Ik weet het niet. Wat denk je? Ik denk dat het wel goed is. Maar nu kan je dat ook nog wel goed zien. Kijk, ja, dat is toch veel beter? Yes. Nou, welkom mensen. Ik ben Kaal. Dit is Niels. Hallo party people. Welkom party people. Welkom bij de vlog van Stolk. Juist. Niels Kastanje. Stan Pijnenberg. Hey Stan. Hallo Stan. Veel plezier. Dankjewel. Yeah. Nou, ik ben Niels. Ik ben Niels Kastanje. Ik ben 20 jaar. Ik zit bij het Nederlands team met Kyle en met Stan. Soort van. Ik ben nu in Nederland om me hopelijk te kwalificeren voor de WK zwemmen in Zuid-Korea. En ja, Kyle ook. Maar ik ga volgende week weer terug naar Amerika voor mijn school finals. Want ik ben aan het begin van dit jaar ben ik naar Amerika gegaan voor school en zwemmen. Tot ons verlaten. Ja, heb ik hun verlaten uit Eindhoven. En ja, dat is eigenlijk wel een hele gave ervaring. Dus daar ga ik wel wat over vertellen. Ja, want wij zijn vooral benieuwd van, oké, je komt niet oorspronkelijk uit Nederland, toch? Jawel, ik ben geboren in Friesland. Maar ik ben op... Friesland? Friesland. Het is eigenlijk niet Nederland. Nee, grapje. Maar ik ben op jonge leeftijd ben ik naar Amerika verhuisd. Voor mijn vaders werk. En ja, toen ik 6 was. En ben ik 3 jaar gebleven. En daar heb ik ook leren zwemmen. En ja, ik weet niet. Die sportcultuur heeft altijd wel een beetje in mijn hart gezeten. Dus ja. Daarom terug. Waarom ben je niet gewoon in Nederland gebleven? Op een gegeven moment had mijn coach Marcel Wouda, die had het erover van dat hij vroeger naar Amerika was gegaan. En dat je daar goed studeren en zwemmen kon combineren. En dat je er eigenlijk dat het eigenlijk wel gewoon een heel erg leuk leven was. Maar... En heb je het altijd willen doen? Heb je zeg maar al vanaf je, zeg maar, toen je begon met zwemmen, al bedacht van oké, ik wil naar Amerika toe om daar te zwemmen? Nee, ik heb op een gegeven moment ook echt gedacht van nee, ik ga niet naar Amerika toe. Want... Okay. Het is veel te veel stress en ik wil niet bij jullie weg en ik wil niet bij mijn ouders weg. Dus ik blijf in Nederland. Ja, want ik kan me voorstellen dat het best wel moeilijk was. Om te zeggen van, ik ga weg. Ja. Want je bent daar voor 4 jaar. Ik ben er in totaal voor 4 jaar. Zo lang is de studie. Ja. En nu ben ik daar dus nog 3 jaar. Ja, je hebt 1 jaar gehad. Dus het was ook wel, in het begin was het ook heel erg moeilijk, want ik miste iedereen wel heel erg. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen om het te doen, omdat het is eigenlijk gewoon een kans die je moet nemen. En ik was heel erg bang dat ik er later spijt van zou krijgen. En dat ik inderdaad de kans niet heb genomen. I took my chances. Ja. En ik ben ervoor gegaan. En je bent er wel blij mee? Ja, zeker. Je hebt er geen spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb wel heel erg geluk gehad. Ook met het team waar ik zit, want dat had ik van tevoren niet kunnen verwachten. Want waar zit je precies? Ik zit bij NC State in North Carolina, aan de oostkust. En het weer is hartstikke lekker. Het lijkt een beetje op Zuid-Frankrijk qua weer. Dus dat is geweldig. Het eten daar is ook heel lekker. Vooral heel ongezond ook. Typisch Amerikaans. Heel erg Amerikaans. Veel bacon. Na de training op zaterdagochtend gaan we allemaal fried chicken eten. Dus, nice. Dat merkte ik op een gegeven moment ook wel een beetje. Maar, dik fase. Ja, precies. Ik let er weer goed op. Hebben we allemaal, Niels. Hebben we allemaal. Not fat and fluffy. De teamsfeer en zo en de familiebonding is toch wel, dat is wel heel erg goed bevallen. En dat trok je heel erg aan om daar naartoe te gaan? Ja, ik wist dat natuurlijk niet heel erg. Het was vooral de coaches die mij dat vertelden van, dat is er. Maar je was er vader toen je er was? Juist. Maar ik heb wel de goede keuze gemaakt. Ja, wel goed uitgepakt. Holy shit. Ja, dat was wel. Ja, dat was wel heel vet. Jazeker. Dus, Kyle, als je een keer tijd hebt, kom dan alsjeblieft langs. Want... Ja. Voor mij is het al te laat. Ik kan niet meer. Je kan ook pas
Zeg maar, voor degenen die misschien ook denken om naar Amerika te gaan, zullen we beginnen met, hoe heb je dat geregeld? Ja. Om zeg maar überhaupt die kans te krijgen. Klopt. Nou, in Amerika gaan mensen na hun high school, dus voor ons middelbare school, ja, gaan ze naar college, net als hier in Nederland soms. En dan kan je ervoor kiezen om voor een college team te zwemmen. En als je goed genoeg bent, dan kan je ook een scholarship krijgen vanuit het team. Dus een beurs. Een beurs, inderdaad. Dan betaalt de school een hoop geld om inderdaad jou te kunnen financieren. Ja. Want hij in Amerika is school best wel duur. Gigantisch duur. Ja. Dat kost toch wel. Soms is het zelfs $60,000 per jaar. Dat per jaar. En dan gaat 4 jaar. 4 jaar. Dat gaat helemaal nergens over. Dat is echt duur. Je moet wel zorgen dat je er op tijd bij bent. Dat je zaakjes op orde hebt. Dat je de SAT-toets doet. De TOEFL-toets. Je moet heel veel formulieren invullen en zo. Dus dat... Okay, dus begin met e-mails uitsturen. Zoeken wat je precies moet doen. Toetsen maken, SAT's, TOEFL, dat allemaal. Ja. En vervolgens kom je hopelijk op gesprek bij allerlei scholen en kun je stap voor stap precies dan vooruit. Ja. Nou, top. Als je vragen hebt, dan als je echt heel erg geïnteresseerd bent, dan kan je altijd mij nog contacten. Mijn Instagram. Niels Corsagne. Niels Corsagne, inderdaad. Als je mijn Snapchat wil of mijn telefoonnummer wil, hè, dan moet je gewoon vragen. Zoek natuurlijk maar in de comments. Ja. Komt allemaal straks te zien. Precies. Zou je dan ook andere mensen aanraden om te doen? Ja, ik denk dat voor iedereen is het wel een enorme kans om eigenlijk zwemmen vanuit een ander perspectief mee te maken. En eigenlijk ook gewoon om, ja, hè, ik merkte toch wel dat zwemmen heel erg groot werd in mijn leven. En nu ben ik eigenlijk gewoon een normale college student. En zwem ik toevallig ook. En ik ga dan ook nog wel eens naar collegefeestjes en zo. Niet zo heel vaak natuurlijk. Nee, ik moet zwemmers serieus blijven. Ja, precies. Want de combi, zeg maar, zo in Nederland is het heel moeilijk om zwemmen en school te combineren. Juist. Dat gaat daar heel makkelijk dan. Ja. Ja, dat is echt wel op elkaar afgestemd. Ik hoef daar ook niet te koken. Ik heb in de tijd dat ik in Amerika heb gezeten, heb dus ik ook een boodschappen. 1 keer gekookt. 1 keer. Ja, dus ik hoef ook geen boodschappen te doen. Het wordt allemaal voor je gedaan. Dus het is wel. Dus het maakt je leven ook tegelijk heel relaxed. Dus je hoeft alleen maar echt op zwemmen en op school te richten. En dat is het eigenlijk. Ja, en een beetje chillen. Hebben jullie echt veel vrije tijd? En wat doen jullie dan? Nou, vergeleken met een hoop andere college studenten natuurlijk niet. Want ze zwemmen heel veel. We hebben een makerspace. Dat is op zich wel grappig. Daar kan je... Makerspace? Makerspace. Dat is een... Makerspace. Nou, letterlijk vertaald een makersplek. en daar kan je 3D printen. Daar kan je modelleren, daar kan je... Hè, dat is, en dan mag je gewoon naartoe? Ja, daar kan je gewoon naartoe. Dan kan je gratis 3D printen en je kan... Wat heb je geprint? Ik heb een Big Chungus geprint. Big Chungus geprint. Ja, Big Chungus. En ik heb... dus dat is gewoon die dikke... Big Chungus. Big Chungus, ja, die kan Bugs je nu... Bunny. Dus Big Chungus. Die komt dan nu in beeld. Ja, Big Chungus. Big Chungus. En ik heb een roos geprint. En ik heb Dat is heel goed gedaan. En ik heb ik heb wel wat leuke dingen heb ik gedaan. Een roos voor een meisje, zeker? Voor een meisje, ja, zeker. Oeh, en is het gelukt? Toen je aan haar gaf. Werd ze verliefd? Ja, nou, ze vond het wel heel lief, ja. Dat is voor Valentijnsdag. Dus je bent ook gewoon echt een romanticus. Ja, joh. Die heb je ook in Amerika natuurlijk. Oh, meisjes. Goeie boy. En dan terug naar het zwemmen. Er is een groot verschil tussen hoe je daar traint in Amerika en hoe je hier traint in Nederland. Jazeker. Wat zijn de 3 grootste verschillen? De 3 grootste verschillen? Of zijn er zo weinig of zoveel? Nou, op zich kan ik wel 3 kan ik wel noemen. Nummer 1 is techniek. In Nederland wordt er heel erg gefocust op techniek, op camerabeelden, op starten op camera, keerpunten op camera. Heel... Ja. Heel erg op de details en zo. He, dat is in Amerika is dat niet zo extreem. We hebben geen camerasysteem en zo. We doen wel eens met onze mobiel filmen. Ja. Maar dat is hier is dat geweldig. In Amerika... Oh, nummer 2. Power. Dat is power. Nummer 2. More power. Wordt in Amerika wordt er heel erg specifiek op quick endurance gefocust. Nou, niet dus veel endurance. Snelheid. Dus heel erg veel snelheid. Dus hè, echt zeg maar... Sprint. 8 slagen hard op, weet ik veel, 1 minuut interval. En dan wel max. 40 seconden interval. Oké, dat is iets wat wij helemaal niet meer doen. En
40 keer 100 max. Maar dat is dan weer niet power, dat is gewoon een gekke... Dat is gewoon afmaken. Duurzet. Ja, het slaat helemaal nergens op. Nee, grapje. Dat ging meer om het mentale element. En de derde? Nummer drie. Dat is team. Ja. In Amerika wordt je tijdens de harde sets... Motiveert iedereen elkaar heel erg. En wordt het ontzettend... wordt het echt meer een teamding. Dat je het voor je team doet. In Nederland is het heel... is natuurlijk echt individueel wat je doet. Want zwemmen is een individu sport. Ja, precies. Je hebt er, als team heb je natuurlijk niet heel veel consequenties van wat je als persoon doet. Nee. Maar in Amerika wordt er wel enorm veel druk op gelegd ook. Wat je inderdaad als team doet. Ja, want uiteindelijk zeg maar NCAA is, dat gaat om dat je team goed presteert. Juist, niet exact, jezelf. Exact. En er wordt bij zo'n Amerikaanse kampioenschap wordt ook niet echt gekeken wat jij het best kan. Maar meer van... wat voegt het toe voor het team en hoe passen jouw dingen het beste in het team? En het is ook bekend in Amerika dat veel teams trainen of mannen of vrouwen gescheiden. Hoe doen jullie dat? Ja, wij zijn samen. Okay. Wat ik wel heel erg fijn vind. Want meisjes die brengen toch wel een andere, veel. Als je eruit wordt gezongen door een vrouw is het niet fijn. Dan wil je als man ook een stuk harder zwemmen. Inderdaad. Als dat gebeurt, watch out. Niet goed. Grapje. Doorzwemmen. Grapje. Doorzwemmen. Blijf rustig. Komt goed. Blijf bij jezelf. Precies. Ja. Oké. Okay. Dus gisteren op Instagram hebben we ook aan jullie gevraagd om wat dilemma's in te sturen. Dat hebben jullie gedaan. Ik pak ze even erbij. Nice. Maar kom maar op. Liever zonder handen of zonder voeten zwemmen? Liever zonder voeten. Ik ben niet zo goed in benen. Dat is een probleem. Pizza's of hamburger? Hamburger. Ochtendtraining jij? Of avondtraining? Wat heb jij liever? Pizza. 100%. Echt? Pizza. Altijd pizza. Oké. Okay. Ochtendtraining of avondtraining? Ochtendtraining. Nooit meer zwemmen of nooit meer je familie zien? Nooit meer zwemmen. Sorry. Nooit meer zwemmen of nooit meer op vakantie gaan? Ja, maar wat is op vakantie? Is zeg maar nooit meer zwemmen betekent dat je nooit meer mag reizen? Of nooit meer zeg maar niks doen? Nooit meer ergens bent? Niks doen. Dus je krijgt nooit een week vrij dat je dan weg mag ofzo. Oef. Ja, dat betekent dat je helemaal nooit iets kan. Dan kan je echt nooit wat. Ja, je bent altijd aan het nooit op vakantie. Je kan nooit zeggen van, weet ik ga je op wat? Vakantie. Ik zou dan van zwembad naar zwembad reizen. Zwembad en blijven zwemmen. En gewoon, iets zien. Niemand lacht ooit om wat je zegt of je lacht altijd als iemand moet huilen. Je bent nooit grappig of jij lacht zelf altijd als iemand, moet huilen. Ja, niemand lacht eigenlijk ooit als ik wat zeg. Dus dat heb dan ik blijf al. Je daarvoor. Oké. Okay. Ja, dat heb ik al een beetje. Dus, ja. Zie ik. Wat to the point, Amerika of Nederland? Ja, nou wat ik dus wel heb gemerkt, ook in de tijd dat ik in Amerika zat, dat ik toch wel heel erg, gewoon Nederland als land heel erg miste. Het eten, natuurlijk mijn familie, maar niet alleen dat, ook gewoon de infrastructuur. Ja, dat klinkt heel stom en zeg maar... De huizen die dicht op elkaar zitten en alles dat dichtbij is. Hè? Openbaar vervoer. Openbaar vervoer bijvoorbeeld. NS, OV. Toch wel NS, ja. Dat mis ik wel heel erg. Dus dan kies ik toch voor Nederland, omdat ik daar toch, ik weet niet, daar heb ik meer mee. Ja, als je inderdaad aan de andere kant staat, dan merk je hoe goed je het eigenlijk hebt. Dus. KFC of Chick-fil-A? Chick-fil-A. Ja, dat kennen jullie niet. Moeten jullie uitproberen. Chick-fil-A is geweldig. Kaal of nooit meer je haar knippen? Ja, hebben jullie mij kaal gezien? Ik ben kaal gegaan voor de ACC-kampioenschappen. Het zijn alle freshmen, alle eerstejaarsstudenten zijn kaal gegaan. Dat moesten jullie doen, als ontgroening. Ja, zijn allemaal, iedereen ging kaal. Niet Kyle, zijn allemaal kaal. Niet Kyle, kaal. Sommige mensen hebben moeite met mijn naam. Maar eigenlijk, een ontgroening is best wel vet. Ja, dat is leuk. Dat is eigenlijk wel heel moeten lachen. We dat ook zeg maar, in een Nederlands team inbrengen. Maar misschien weten jullie een leuke ontgroening voor een Nederlandse team. Dus stel je voor, je denkt van, dit kan een leuke ontgroening zijn voor zwemmers die voor de eerste keer naar een WK of EK gaan. Noem het in de comments. Doe maar in de comments. Yes. Goed zo. Vlinderslag of borstkrol? Vlinderslag. Vlinderslag of rugkrol? Vlinderslag. Vlinderslag of schoolslag? Vlinderslag. Vlinderslag. Geen schoolslag. Ik wil eigenlijk ook nog wel mijn schoenen laten zien. NC State, schoenen, Adidas, Hey, als je bij een college team gaat, dan krijg je ook hele gave schoenen. Of hele gave spullen. Kijk, bijvoorbeeld deze. Limited edition. Limited Adidas edition. Adidas Ultra Boost. Of deze. Geweldig muts. Kijk, zijn nu aan het verkopen. Hartstikke Tellen mooi. Tellen 2. Tellen shopping. Bel 06.
3-1, bla 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 bla. Kun je een nieuw spelen? Ja. Maar voor de rest, bedankt dat jullie hebben gekeken. Dit was Niels. Volg hem verder op zijn social media accounts. Yes. @NielsKastanje op alles, denk ik. Facebook, Twitter, Instagram. Wel, ja. Volg hem, volg mij. En wij zien jullie dan weer volgende week. Bedankt voor het kijken. Tot later, party people. Wolfpack, duimpjes omhoog. Abonneer, comments. Laat weten wat je vindt in de reacties. Wolfpack. Hell yeah. Leden stoken neer. Kijk, we gaan.